Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live compleet hier op mijn kanaal Jurassic Game. Ik dacht ik ga vandaag gewoon weer eventjes een vage clash in elkaar flunsen. Dus ik heb de M27 met Target Finder en Select Fire aangezet. En we gaan die Select Fire gewoon gebruiken, dus dan wordt het gewoon een 3-shot of 4-shot wapentje. En ik heb gewoon de Target Finder aangezet omdat het grappig is. Samen met Lightweight, Scavenger, Fast Hand en Dexterity erbij. Dus we gaan even kijken of we hiermee goede scoren kunnen gaan neerzetten. En ik heb ook gewoon een domme camo erop gezet. Het is een soort van dust camo en dat ziet er echt gewoon niet uit. Maar we gaan even kijken of we goede scoren kunnen gaan neerzetten met de UAV, de Huntkiller en de Counter UAV. Dus let's go. Ik ga gewoon spelen zoals een noob. Even die select fight inklikken, zo. Dan gaan we spelen als een noob. We gaan gewoon lopen campen. 3, 2, 1. Oké, mijn geduld is op. Laat me zitten. Ik kan er echt niet campen, man. Mijn geduld is meteen op. Dus we rennen lekker weer door. Bye bye. Doorrennen. Even kijken hoe dit wapen schiet met dat select fight erop. Even kijken. Oké, het zijn 3 kogels die hij afvuurt. Dus het is nu een 3-shot wapentje. En je hebt volgens mij 4 kogels nodig om één enemy te kunnen killen. Dus je hebt ook 2 beurs nodig om een enemy te kunnen killen. En holy shit, dat is kut. Goed zo. Het is kut, dus het is goed zo. Want het is gewoon een domme clash. Dus dan vind ik het juist chill als het kut is. Meestal wil je dat natuurlijk niet hebben. Maar kom maar op. Enemies, kom maar naar me toe. Ik wil iemand hier een shock charge gooien of zo. Hup, burst, 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 burst. Wat? Dat is echt poef slecht. Holy shit. Oké, dit slaat helemaal nergens op deze clash, want het is echt slecht die select fire op dit wapentje. Op de AM94 zou het nog wel kunnen, maar op dit wapentje gewoon niet doen mensen. Niet erop aanzetten, want het is echt gewoon poep om te gebruiken. Daarnaast gebruik ik ook geen toughness, dus als iemand op me schiet, dan ga ik echt gewoon in één keer met mijn richtpunt lucht in. Ik wou zeggen dat het water in, maar hij gaat juist omhoog, niet omlaag. Dan blijf hier eventjes die spans controleren, want ik weet dat er zo meteen iemand in mijn rug gaat komen. Maar ik wil eventjes die UAV krijgen, zodat we gewoon weten waar ze lopen. Oké, kijk, daar is de UAV, die wou ik even halen. Dan wachten we nu eens nog heel eventjes op en daarna ga ik doorrennen. Snow Candy die staat hier ook zo op te wachten. Ik doe samen met hem mee. En dan gaan wij ze gewoon met z'n tweeën opwachten. Kom maar op, Snow Candy. Ik gebruik een noob clash, dus ik mag ook spelen als een noob. Komt een Hunterkiller eraan. Komt ie! Oh, ja. Daar heb ik heel veel aan als ik hem tegen de muur aan gooi. Ja. Dat was echt een prachtige Hunterkiller. Hij is nog een triple kill gewoon binnen met die scheidclash. Ik heb nog 9 kogels, dus gooi even een C4-kie erbij. Hij zit hier in het hoekje, daar zit hij. Ja, je zit hier, hè. Hier. Hier. Daar zit hij. Counter UAV erbij. Dan staan ze hier allemaal naast me. Vector oppakken. Ik moet eventjes het wapen nog reloaden, want ik heb nieuwe ammo gekregen. Dus dan kunnen we die gebruiken ook. En shit, daar staat de Guardian hierop. C4 erop gooien. Ja, hitmarker op de Guardian. Daar heb ik niet zoveel aan, want hij moet kapot. Hij is kapot. Goed zo, jongens. Staat er hier een te campen. Ah, oh. Kijk uit, jongens. Kijk uit. Stomme, stomme select fire. Rot op. Stomme select fire. Ah. Schiet. Oh my god. Echt waar. Ik pak even die factor, want ik ben out of ammo met mijn M27. Dus dat gaat niet meer werken dan. Sniper. Wacht maar, sniper. Kom hier. Sniper, kom hier. Wacht, ze zijn alweer dood. Ah, laat maar zitten dan. Ik moet even scavenger op gaan zoeken. Even kijken, waar ligt scavenger? Als jij doodgaat, dan kan ik je scavenger oppakken. Kom eens hier. Ren nou niet weg voor me, kom hier. Scavenger, klik. Dankjewel, dan heb ik weer nieuwe ammo. Nou, dan gebruiken we die snel eventjes. UAV. Count UAV inroepen. En dan even kijken waar ze allemaal lopen. Hier lopen er 2 zo te zien. Snow Candy, pak jij ze of? Ah, Snow Candy heeft ze al. Ik dacht, ik pak ik ze wel, maar laat maar zitten dan. Oké, nou, het is echt scheid om te gebruiken, maar aan de ene kant wel weer grappig om te gebruiken. Maar natuurlijk, je bent de M27 gewoon gewend dat hij vol automatisch schiet. En om dan de hele tijd je trigger opnieuw in te drukken, is echt gewoon vaag om dit te gebruiken. Maar ja, het is een keertje gewoon een rare clash. Ik dacht, ik ga gewoon niet meer van die serieuze clash gebruiken, maar ook gewoon weer een keertje een vaag clashje tussendoor. We hebben alweer een nieuwe Hunterkiller, alweer een nieuwe UAV. En alweer een nieuwe Count UAV en we hebben gewoon een Ruthless Medal binnen. Holy shit, we gaan op baas ook maar met deze clash. Had ik echt niet verwacht. Ik dacht, we gaan dik slecht spelen of zo met deze clash. Maar nee hoor, en dan ga ik dood omdat ik 2 enemies tegelijkertijd probeerde te killen. Maar natuurlijk moet je pas doorgaan naar de andere enemy als je weet dat die ene dood is. Dus dat gaat natuurlijk niet werken als je 2 enemies tegelijkertijd wil gaan killen. Je moet altijd eerst de ene killen, dan pas de andere. En ah, kom op, select fire. Kom op, je kan het. Je bent de base attachment. Helemaal niet. Dankjewel voor de assist. En er komt er een in mijn rug. Lekker dan. Oké, dit gaat nog best wel goed, man. Holy shit. Dan wachten we die fanks even op. Er komt er eentje via Money Room en de rest komt allemaal via die stairs. Dus eventjes hier wachten. Natuurlijk ga ik er niet zomaar op afrennen. Er komt er eentje hier. Ja, en er komt er nog eentje hier. Ja, goed zo. Toughness is best wel chill om te gebruiken. Je ziet het nu, als die enemies om me beginnen te schieten, dan gaat mijn richtpunt echt gewoon in één keer naar de lucht toe. En als je toughness gebruikt, heb je dat niet. Dus als je toughness niet hebt aanstaan op je clash, zet het zeker aan, want het is echt gewoon een chille perk om te gebruiken. Iemand heeft gewoon een orbital visit gehaald in onze party, dus kom eens hier. Hey, andere kant op, maat. Je kijkt nu de verkeerde kant op. Je vindt, die kijkt de hele verkeerde kant op. Mij maakt het niet uit, want ik kon hem nu gewoon makkelijk killen. Hunterkiller de rug in, hup. Staat er daar meteen even voor me. Lekker Hunterkiller. Top, 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 top. Hier in het hoekje zit er een. Lekker dan. Dit is echt grappig om te gebruiken, man. Select fire op een assault rifle. What the fuck. Jij bent dood, komt er nog een aan. En jij bent niet dood. Je ziet het, als ik toughness had gehad, had ik hem wel gewoon kunnen pakken. Maar doordat ik geen toughness aan heb staan, kon ik hem dus nu niet pakken. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Mijn score is nog steeds goed. Dus als mijn score gewoon goed is, vind ik alles best. Even kijken, komt er weer eentje in mijn rug. Volgens mij zit hij hier boven. Ja, hij zit boven. Blijf maar even boven staan. Dan kan ik je makkelijk killen. Dank je. Langzaam weer reloaden, want dat gaat ook niet zo snel met dit wapentje.
Even wachten. Er komt er één bericht op de deur. En weer een triple kill. Dat zijn gewoon twee triple kills in één potje. Nou, wat wil je nog meer hebben? Gooi hem C4 hier naar binnen voor als er iemand komt. Er komt niemand zo te zien. Jawel, daar komen ze wel. Oh, shit, sorry man. 30-4 staan op het moment. We moeten nog 4 kills maken. Zit het potje erop. Dus we kunnen nog wel eventjes 2 kills binnenslepen. Ik ga voor de 2 kills. 2 kills voor dat potje erop zit. Dus 1. Komt er nog iemand aan? Kom op, please. Ren even op me af. Please, please, please. Dan gooi ik wel een C4 op je kop. Alsjeblieft. Oké, dat waren de 2 kills. Kunnen we nog derde pakken? Kom op. Ja. Op het even. We hebben zelfs nog 3 kills gepakt. Jongens, eindscore 33-4 met echt gewoon een poepclass om te gebruiken. Met select fire op een M27. Met de target finder natuurlijk bij, omdat het natuurlijk ook noob is om te gebruiken. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe live complete. Mocht je hem leuk hebben gevonden, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. 1000 likes ben ik natuurlijk weer ontzettend blij. Ik kill hier Joris VK in de final killcam. Dus dankjewel Joris voor de kill. Bedankt voor het kijken mensen. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer. Bye bye.